Herken je dat? Van die gesprekken waar je in terechtkomt of bij zit, waarin mensen niet zozeer met elkaar aan het praten zijn, maar meer aan het onderhandelen. Zo met een vooropgezet idee van wat een gewenst resultaat is, gaan ze in een dynamiek van winnen en verliezen met elkaar in debat. En dat leidt er uiteindelijk toe dat ze al pratend tot een soort compromis komen, waar uiteindelijk niemand heel erg blij mee is. En dat kan echt veel beter. Dat kan beter door eerst eens in een dialoog met elkaar de vraag te verkennen. Gewoon eens te kijken wat voor gezichtspunten, wat voor perspectieven bestaan er nou eigenlijk op deze vraag, op dit probleem. Dat perspectieven verzamelen doe je samen. Dus die zet je niet tegenover elkaar, nee, die verzamel je met elkaar. En als je dat gedaan hebt, dan kan ieder op basis van al die verzamelde perspectieven een mening hebben, een mening vormen en een standpunt innemen. En dat is dan veel rijker dan wanneer we dat direct al doen. Als we direct een standpunt innemen, leidt dat tot onnodig veel gepolariseerd. En dat zien we ook, hè, in onze wereld. Dus als we nou die andere route eens volgen, dan komen we samen echt een stuk verder.